denk via artificiële intelligentie dat wij allemaal een personal coach gaan krijgen. Die ons niet enkel aanmoedigt, hè, want dat bestaat vandaag al voor een stuk. Maar die ook bij wijze van spreken correcties kan aanbrengen. Die ook heel concrete persoonlijke feedback kan geven. Waardoor dat je, wat je ook doet van sport, individueel begeleid wordt. En op die manier er meer van geniet, maar ook veel beter leert doen. En ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk een nieuwe fase in sportbeleving kan worden. Momenteel wordt game-technologie en dan vooral virtual, augmented reality en projectiegames al heel vaak ingezet bij experimenten binnen sport, wat positieve resultaten geeft om mensen meer te laten sporten, meer te laten bewegen of nieuwe sporten te laten proberen. En volgens mij gaat dat alleen maar groter worden, gezien de technologie voor iedereen betaalbaarder wordt en beter verspreid wordt. Ik denk dat de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst, zoals kansarmoede, maar ook vereenzaming, gebrek aan beweging bij mensen uit kansengroepen, in elk geval ook door middel van sport kunnen een stukje opgevangen worden. En dat de rol van sociale innovatoren en sociale ondernemers daar heel belangrijk kan zijn. Dus dit is het hoogtepunt van 3 jaar samenwerken, alvast met Sport Vlaanderen, waar we die toekomst in 2040 verkennen. Waar we kijken wat zijn de grote onzekerheden, de grote veranderingen, de trends die op ons afkomen. En welke werelden zouden kunnen ontstaan in 2040. Het is heel belangrijk dat we mensen inspireren. En ik denk dat we dat gedaan hebben met de keynotes die volgens mij heel goed waren. En die ook geduid hebben op welke manier wij eigenlijk met innovatie omgaan binnen huis als Sport Vlaanderen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat we de sector laten zien van ja, hoe denken zij mee aan die sportclub van de toekomst? Hoe gaan we sporten in 2040?